Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Amundi van Eck, Craneshares en RoboGlobal. Ik heb nog even een paar dingen vooraf, inhoudelijk. De mini-cursus, ja, die was gratis. Het programma voor de komende weken, wat jullie hebben gezien, is ook gratis. Maar dat wordt wel een beetje gesponsord. Ik heb jullie in de cursus deze sheet laten zien met 10 grote ETF-partijen. En ja, ik prijs mezelf gelukkig dat ik er 4 gevonden heb die bereid zijn om, het gaat allemaal niet over mega grote sponsoring, maar in ieder geval Markets Are Everywhere te ondersteunen. En Amundi en Van Eck, dat zijn echt partijen die hebben hele brede assortiment ETF's. En die andere, Craneshares en RoboGlobal, dat zijn echt hele specialistische partijen. RoboGlobal staat niet op de vorige sheet, maar die maken zelf ook geen ETF's, maar die maken indexen, waar dan weer een andere partij een ETF omheen maakt. Maar dit gewoon even voor de transparantie, dan, ja, dat je dat weet. Ja? Nou, de mini-cursus is afgelopen. We gaan nu verder met het programma wat ik heb genoemd Slim Beleggen met ETF's. En je krijgt nog een aantal dingen van mij, maar dat wil zeggen, je krijgt dat als je naam goed op de mailinglijst staat. Ik heb dat al eens een keertje eerder gezegd. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst, krijg je een bevestigingslink in de mail. En de regelgeving schrijft voor dat je daar in ieder geval even een keer op klikt om je inschrijving te bevestigen. Heb je dat niet gedaan, ja, dan mag ik je niet mailen. Dus dan kan ik je ook niet deze week de ETF checklist en wat ik dan maar even heb genoemd de ETF voorkeurslijst toe mailen. Ja. Het kan zijn dat de mail in je spambox terecht is gekomen. Nou, kijk daar dan even. Kan je hem echt niet vinden? En heb je niet al afgelopen week mails van mij gehad? Want ik heb elke dag een mail gestuurd. Dan stuur dan nog even een apart mailtje naar info@marketsareeverywhere.com. En dan stuur ik je nog even een opnieuw die mail toe. Ja? Dus je krijgt deze week van mij een checklist en een soort voorkeurslijst. En in de komende 12 weken gaat het ETF-programma door. Iedere woensdag komt er een video op het YouTube-kanaal. Iedere donderdag komt er een andere video. En dat gaat dan over een ETF-bespreking. En ik ga je de komende 12 weken 1 keer in de week op vrijdag een mail sturen. Met even een herinnering dat die video's online staan met het programma voor de week daarna. Dus dan weet je dat, dat er aan zit te komen. Goed. Dan gaan we van start met de eerste vraag. Ja, ik moet overigens zeggen, ik heb alleen maar leuke vragen gehad. Dus dat doet me wel goed. Hè? Ik allemaal vragen waar ik wat mee kan. De eerste 3 lessen zijn onwijs interessant. Kijk, dat is altijd leuk om te horen. Nu heb ik een vraag. Deze vond ik heel leuk. Met name over de factsheets en de KID. De Key Investor Information Document. Wat heb jij tips hoe ik deze kan en moet lezen? Waar moet ik op letten? Ja, dat is een hele terechte vraag. Nog even een herinnering roepen. Hè? In een van de delen heb ik die sheet gedaan die je hier ziet. Er zijn per ETF 3 documenten. Het prospectus is echt het juridische grote document. Maar de factsheet en de KID die zijn erg toegankelijk voor iedereen. Nou, waar moet je op letten? Waar ik vaak gebruik van maak, omdat elke ETF vaak meerdere beursnoteringen heeft. En die namen zijn, vind ik zelf af en toe, allemaal best lastig. Op de factsheet staat altijd een zogenaamde ISIN-code. Dat is een unieke code voor elk product. En ook een aandeel heeft trouwens een ISIN-code. Een aparte code waarmee op de beurs wordt gehandeld. Dus daarvoor is het al handig als je hem bijvoorbeeld bij je broker wil opzoeken. Als je uit de factsheet zo'n code hebt gehaald. Dan weet je zeker dat je de goede hebt. Verder zijn er eigenlijk allemaal hele basale informatie waarvan, ja, ik vind als je in ETF's gaat beleggen, je toch even kennis van moet nemen. Ik kijk zelf altijd naar de oprichtingsdatum. En zeggen, nou, waarom? Nou, omdat je dat meteen een idee geeft hoe lang zo'n ETF al bestaat. Ja, ETF's gaan nu lang genoeg mee.
Ja, zeker bij van die grotere core ETF's wil je toch zien dat ze toch zeker een jaar of 10 bestaan. Nee, dat geeft toch een soort vertrouwen. Net als de omvang, hoeveel geld dat er is belegd. Dat staat ook in zo'n document. En daar wil je het liefst honderden miljoenen zien. Want dan weet je echt dat je een grote hebt. Maar heb je nou een thema ETF? Ja, dan komen die vaak nog niet aan die bedragen. Dat geeft niet. Maar dat is gewoon nuttig voor het gevoel om dat te weten. Ik kijk ook altijd even naar het historische rendement. Want dat staat daar ook op. Geef je toch een beetje een idee wat je kan verwachten. Geen garantie, gewoon een idee. De kosten is interessant. De meeste ETF's die ik bespreek, ja, die hebben allemaal hele lage kosten. Maar er zijn ook hele bijzondere ETF's bij. En die kunnen opeens hogere kosten hebben, moet je toch even van op de hoogte zijn. En dat klinkt misschien geen, maar ik vind het ook altijd belangrijk dat mensen gewoon even kijken, als we het bijvoorbeeld hebben over aandelen ETF's, op elke factsheet staat de top 10 posities. Ja? Sommige mensen zeggen, ja, ik beleg in ETF's, want dan hoef ik me niet bezig te houden met waar ik precies in zit. Nee, dat klopt, want dat regelt die ETF-aanbieder wel. Maar die top 10 posities geef je toch een beetje een idee van waar beleg ik nou in? Ja, en dan zie je bijvoorbeeld bij zo'n MSCI World dat je in Amerikaanse techbedrijven belegt. Nou, die allemaal niet voor hele grote percentages. Maar als je naar thema-ETF's gaat kijken, ik noem maar wat, bijvoorbeeld op waterstof. Ja, dan zal je zien dat de grootste posities ook een groter percentage hebben. Omdat er gewoon niet zoveel van dat soort aandelen in die categorie zitten. Ja, en hoor je dan eens een keer op het nieuws van, hé, er is wat aan de hand met dit of dat aandeel. Ja, als dat maar voor 1% in je ETF zit, ja, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar als bijvoorbeeld een bepaald aandeel voor 20% erin zit, ja, dan vind ik dat je dat toch wel moet volgen. Nou, en last but not least, er staat op zo'n factsheet en ook op zo'n kit altijd een risicometer. Dat is een kwalificatie die geeft de aanbieder zelf. Dus dat is niet wettelijk vastgelegd. Maar de aanbieder die moet een score geven aan de ETF. En daar kan je een beetje zien of zij inschatten dat het meer risicovol of minder risicovol is. Het werkt het handigste aan de hand van een voorbeeld. Dus je ziet hier een factsheet. Ik heb even willekeurig de iShares Core MSCI World Usage ETF genomen. Die ook in deel 2 van de mini-cursus zat. Nou ja, en ja, kijk zelf even wat je ervan vindt. Maar ik vind dit dus een heel overzichtelijk A4'tje. En eigenlijk al die dingen die ik net heb opgenoemd, die staan hierop. Ja, er wordt ook nog even aangegeven waarom zou je erin beleggen. Je ziet links midden een koersgrafiek. Je ziet die risicometer, dat is dus dat rondje. Dus aandelen zitten vaak in de categorie 5, 6. Ja, dat zit deze ook. Wat meer risico. En dan heb je dat blokje kerngegevens. Dat is moeilijk leesbaar, dus dat heb ik even uitvergroot aan de rechterkant. Dan zie je bij die gele pijl bijvoorbeeld de ISIN-code staan. Je ziet meteen daaronder de total expense ratio. Dat is chique taal voor kosten. 0,2, dat is per jaar, dat is goed laag. Nou, je ziet als je een beetje verder naar beneden kijkt, zie je gebruik van winst, herbeleggend. Dus dat wil zeggen, deze ETF keert geen dividend uit in deze vorm, maar dividenden die worden ontvangen, die worden herbelegd. Je ziet de netto activa van het fonds. Dus in dit geval, dit is een hele grote jongen. Daar is $32 miljard op dit moment in belegd. Dus dat wil zeggen dat als jij wil verkopen, dat er heel makkelijk iemand te vinden is die het weer van jou wil kopen. En ook wel interessant, hè, er zitten hier 1591 aandelen in. Dat zie je helemaal rechtsonder bij aantal posities. Het is een hele goede oefening om eens een keer zo'n factsheet door te lopen en te kijken of je het allemaal begrijpt. Dan gaan we door naar de tweede vraag. Niet alle vragen hebben een lang antwoord, deze wel, maar er zitten dadelijk echt ook wel vragen bij met een korte antwoord hoor.
Deze vond ik ook heel leuk. En omdat ik toch denk dat je dat vroeg of laat eens een keer zoiets tegen zou komen, denk ik van deze gooi ik er eens even in en die gaan we eens even goed bespreken. Ja? Iemand die schreef mij, ik heb overigens alle vragen anoniem gemaakt, omdat ik hem ook opneem, dat je niet bang hoeft te zijn dat je naam wordt genoemd. Ja? Er zei iemand, ik heb net het boek Je leeftijd als goudmijn van Martien van Winden. Ja, dat is de oprichter van beleggingsfonds Hoofdbos gelezen. Ken je hem en zijn beleggingsstrategie? Ja, ik ken hem. Hij is vooral een tegenstander van ETF's door het hoge percentage tech-aandelen. Ja? Hij vindt dat je niet voor risicospreiding moet gaan, maar voor risicovermijding. Ik ben benieuwd naar uw visie hierop. Even voor de mensen die hem niet kennen, dit is Martien. Dit is het boek wat hij heeft geschreven. Ik denk dat hij een van de beste beleggers van Nederland is. Hij is een fervent aanhanger van Warren Buffett. Kan daar ook heel erg goed over vertellen. Gaat ook elk jaar naar de jaarvergadering van Berkshire Hathaway in Amerika toe. En hij staat bij mij in ieder geval ook bekend als iemand die een grafiek heeft van de rente, geloof ik, terug naar iets van 1500 of zo. Dus een 500 jaar geschiedenis van rente. En hij heeft nu een boek geschreven, eigenlijk gericht op jongeren. Nou, laten we eens even kijken wat hij daarin schrijft. Staat op pagina 45 voor de mensen die het boek hebben, hoofdstuk 6 over efficiënte markten. En daarin staat inderdaad, je hoort mensen vaak praten over indexbeleggen. Dat wordt als een relatief veilige manier van beleggen gezien. En dan zegt hij, ik vind het vrij pittig. Het tegendeel is waar. Nou, dat gaat hij dan uitleggen. En dan zegt hij een stukje verderop in hetzelfde hoofdstuk. Nog eens een keer, passief beheer. Dus indexbeleggen zou te verkiezen zijn boven actief beheer. En ik ben het hier absoluut mee oneens. Ik kan me voorstellen als je dat leest, dat je denkt, nou, van zo iemand die er verstand van heeft, dan moet ik hier misschien niet aan beginnen. Ja? Nog even om het Hoofdbos neer te zetten. Ja? Hele goede prestaties. Morningstar, dat is een bedrijf dat waardeert beleggingsfondsen. Die geeft dit fonds 5 sterren. Ze hebben het ook nog eens een keer kwalitatief bekeken en dan komt het uit op de hoogste score, gold. Ja? En daarmee komt het in wat hier dan staat op de website van Hoofdbos zelf tot in de top 20% van alle beleggingsfondsen. Dus dat wordt ook door de media opgepikt. Hè? Dat is een artikel van een week geleden, dubbele bekroning. En dat komt dan met name als je naar die risicometer kijkt, wat Martien ook zegt. Het zit in een lagere risicocategorie door de stijl van Hoofdbos. Maar ja, nu zit hij toch met die vergelijking met index. Ja, ik vind actief beheer goed, ik vind passief beheer goed. Ik heb niet echt een voorkeur, ik wil graag rendement maken op mijn geld. Maar ik denk, ik ga eens op onderzoek uit. En ik vond dit toch wel leuk, want ik hoefde niet zo heel ver te zoeken. Want deze grafiek, die staat op de website van Hoofdbos zelf. Wat je hier ziet is wat zullen we noemen, de bruine lijn. Beetje, ik denk de huiskleur van Hoofdbos. Beetje bruin-goudachtig. Die zie je hier en die is afgezet met name tegen die groene lijn. En dat is de AEX-index. Ja? Nou, je ziet het eigenlijk al in één oogopslag. Ik moest er eigenlijk wel een beetje om lachen. Als je dit is een grafiek die gaat over 15 jaar, van 2006 tot 2021. Als je de afgelopen 15 jaar in het een had belegd of in het ander, nou, dan was je ongeveer op hetzelfde rendement uitgekomen. Ja, dus ja, dit is nou niet iets dat ik denk van, god, dat indexbeleggen moet je niet gaan doen. Sterker nog, denk, nou, weet je, het is eigenlijk dus juist ook wel een prettige gewaarwording dat die indexbelegging het net zo goed doet als een van de best presterende beleggingsfondsen. Ja. Moet ik er wel bij zeggen, de Hoofdboskoers is hier gemeten inclusief alle kosten. En bij de AEX is de index genomen. Dus als je daar nog een index tracker, een ETF omheen doet, dan moet daar misschien nog een klein beetje per jaar
af. Maar geloof mij, ik heb ook meerdere periodes vergeleken en het komt ongeveer een beetje gelijkbaar. Je ziet wel die risicowaarschuwing goed terugkomen. Dus op het moment dat de beurs hard naar beneden gaat, dat zie je bijvoorbeeld in 2008, dan heeft Hoofdbos meer demping. Maar aan de andere kant zie je in 2020 bijvoorbeeld, als de beurs hard omhoog gaat, dan gaat het Hoofdbosfonds niet zo hard mee. En het zit inderdaad in die tech-aandelen. Gewoon nog eens even de kit erbij gepakt, want die wilde ik je toch ook nog even laten zien. Het is ook een Nederlandse versie, maar die Engelse die paste beter op mijn sheet. Dan zie je aan de linkerkant, zie je rood onderstreept. Je kan aan dat Hoofdbosfonds meedoen als je minimaal 100.000 euro inlegt. Dat is niet iedereen gegeven. Dat is bij ETF's toch wel anders. En aan de rechterkant zie je dat er toch wel aanzienlijke kosten bij zo'n beleggingsfonds komen kijken. En je hebt een entry fee als je instapt. Dan heb je ook nog een exit fee als je uitstapt. Er zijn bepaalde jaarlijkse kosten. En als de performance goed gaat, moet je ook nog 10% performance fee betalen. Hè? Dus een deel van de winst. Daar is niks mis mee. Dit fonds doet het hartstikke goed. Ik zou er zo mijn geld in stoppen. Maar 100.000 euro is gewoon niet iedereen gegeven. ETF's die zijn lekker goedkoop. Dan hoef je ook geen zorgen te maken of die beheerder het nog goed blijft doen. Dus ik ga niet mee in zijn claim. Nogmaals, ik vind het een topfonds. Maar ik beleg zelf net zo lief in index trackers. En ik heb ook niet het idee dat die het veel slechter doet. Ik heb het ook nog even vergeleken met de MSCI World. En die komt na aftrek van kosten ongeveer 3% over die periode beter uit dan het Hoofdbos. Volgende vraag, die beantwoord ik een stuk korter. Heel simpel, wat is een goede ETF op waterstof, hydrogen? En wat is een goede ETF op India, voor een persoon? Ik heb het even opgezocht, kan je zelf ook. Ik heb er hier twee staan. Degene die je vaak tegenkomt is van Legal & General. Dat heet dan de Hydrogen Economy Usage ETF. Die was als eerste opgericht. Sinds kort heeft Van Eck, die dus op mijn lijstje staan, die heeft er ook eentje. En ik heb ze nog niet met elkaar vergeleken. Dit is nou typisch iets wat ik ergens in de komende weken ga doen. Dan ga ik ze met elkaar vergelijken en dan kom ik waarschijnlijk wel tot een oordeel. Nou, hetzelfde bij India. Ik weet nog niet zeker of ik die ga bespreken, want er wordt niet zo heel veel naar gevraagd. Maar ik heb in de cursus al een keer gezegd, als je het niet weet, kijk dan eerst even bij iShares. Nou, die hebben een iShares MSCI India ETF. En Amundi, de nummer 2 van Europa, heeft er ook een. Dus die zou je ook eens met elkaar kunnen vergelijken. Nou, een hele specifieke vraag. Bestaat er een uranium ETF? Het antwoord is ja, maar niet in Europa. Nou, er is er in Amerika eentje, die naam zie je hier. Maar die heeft dus geen usage in de naam. Dus ja, het korte antwoord is, daar moet je dan in Europa niet in gaan beleggen. Toen vroeg die persoon ook, ja, hoe kan ik dan investeren in uranium? Ja. Ik neem aan dat dat iemand is die zich daarin verdiept heeft. Ik beleg zelf niet in uranium. Is heel specifiek natuurlijk, maar als je dat nou per se wil, dan kan je natuurlijk wel de factsheet van zo'n Amerikaans fonds gebruiken om te kijken welke individuele aandelen daar in de top 10 staan. Ja, en dan loop je wel meer risico met een individueel aandeel, maar dan kan je er één of meerdere, zou je eruit kunnen zoeken. Er is altijd wel een manier te vinden om toegang te krijgen tot iets wat je zoekt. Nou, deze vraag die ga ik niet helemaal voorlezen. Maar dan moet je de video nog maar even stopzetten en hem teruglezen als je het wil. Het gaat eigenlijk simpelweg, staat er in het groot van welke ETF voor de S&P 500 zou je nou aanraden. En daar zitten wat bespiegelingen bij van ja, Europa, Amerika. In Europa zijn ze misschien iets duurder. Hoe zit het nou met het dividend, ja, en hoe wordt dat verwerkt? Hoe zit het met het uitlenen van je stukken? Nou, laat ik eens even
Oh ja, ik had deze er nog aan vastgeplakt. Hier moest ik wel heel erg hard om lachen. Ik had hem volgens mij in de cursus ook al zitten. Ja, deze kwam binnen als vraag, maar zonder tekst. Maar hulde voor degene die hem heeft opgestuurd. Want die dacht van, ik ga eens even makkelijk een S&P 500 ETF uitzoeken bij mijn broker. En die kreeg dit over zich. Ja, ik kan me voorstellen dat je hier geen chocola van kan maken. Maar ik kan dat wel meteen erbij beantwoorden. Ja? Want ik ben voor het antwoord. Vaak wordt er gezegd in Nederland, ga dan kijken op Morningstar. Ik heb nu zelf zo vaak proberen te zoeken op Morningstar. En ik kan het jullie eigenlijk niet echt aanbevelen, want het is een flinke zoektocht. Maar er zijn ook andere websites. En eentje die ik zelf fijn vind, is Just ETF. Dat is een Engelse website. En als je daar zoekt op S&P 500 ETF's, dan krijg je een overzicht zoals dit. En je ziet nog even aan de rechterkant, zie je van nou, wij hebben in de database bij Just ETF 14 ETF's op de S&P 500. En die hebben allemaal een jaarlijkse kostenratio tussen de 5 en de 15 basispunten. Dus die zijn heel goedkoop. En dan hebben ze ze hier gerangschikt op 31 maart, dus dat is lekker recent, op welke is de beste qua rendement in het afgelopen jaar. Welke is de grootste? Ja, omdat het dan een Engelse website is, meten ze dat in Britse ponden. Maar ja, maakt niet zo heel veel uit, vind ik. En welke is het goedkoopste, de cheapest? Ja. Dan heb je in ieder geval een beetje een indicatie waar je kan gaan zoeken. Dat zijn ook allemaal klikbare links. Dus dan kom je al snel op weg. Het prettige hier is, je ziet dus overal UCITS in de naam staan. Dus dan weet je meteen dat je zoekt in de goede categorie. Ja. Op dezelfde pagina staat ook gewoon de hele lijst van die 14. En die zie je hier. Ja. Nou, daar kan ik hier eindeloos over praten, maar er is niet zoiets als de beste. Ja. Kijk, wat ik je duidelijk wil maken is als je kijkt in de kolommen die rood zijn omrand, dan zie je bijvoorbeeld bij de 1-jaars performance, ja, er zitten verschillen bij. Verschillen die zijn allemaal heel erg klein. Je zou toch denken, dat is in een etappe in de Tour de France, zitten ze allemaal in de kopgroep. Alleen ja, dan moet iemand als eerste over de finish komen en iemand als tweede. Maar als je dan in het kolommetje daarnaast kijkt en je kijkt naar het rendement op 3 jaar, dan zie je ze dus ook stuivertjes wisselen. Je ziet wel dat sommigen toch wel duidelijk zowel op 1 jaar als 3 jaar in het bovenste gedeelte zitten en sommigen in het onderste gedeelte. Nou, ik weet nu ook niet waardoor dat komt, maar daar zou je op kunnen letten. Maar ga nou niet op zoek, ja, zou ik zeggen, voor een paar basispunten. Hè, om te zeggen, oh, dan heb ik de verkeerde of de dingen. Weet je, of je nou 40% maakt of 40,3. Ja, tuurlijk, liever 40,3, maar het gaat om die 40, niet om die punt 3. Maar hopelijk kan je op deze manier wat meer dingen vinden. En je mag dit soort vragen, zeker in de komende 12 weken, ook altijd aan mij stellen. Als je zegt, kan je eens naar deze categorie kijken? Vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus stuur dat via de mail dan door. Nou, dan, ja, ik vroeg me eigenlijk af of dit toch een Engelstalig iemand is die de cursus in het Nederlands toch kon volgen, maar ik kreeg binnen in het Engels. Dus ik dacht, ik beantwoord hem ook in het Engels. Hij zegt, gebruik je nou technische analyse? Om te bepalen of je erin of eruit moet. Nou ja, ik doe dat niet, maar het kan wel. Ja? En dat komt eigenlijk omdat ik met de mini-cursus beoogd heb om voor de hele lange termijn te gaan beleggen. Ja? En ja, technische analyse en lange termijn, dat gaat niet zo samen. Want je hoopt gewoon door de tijd dat de koers van je ETF omhoog gaat. Maar als je ermee gaat traden, ja, dan waarom niet? Het is een grafiek en eigenlijk elke grafiek kan je een lineaal langs leggen. Dus het kan wel, maar ik doe het niet. Dan kreeg ik nog een andere vraag, niet over technische analyse, maar over fundamentele analyse. Ja, net als bij aandelen doe je dat, maar doe je dat nou ook bij ETF's? Daar kan ik wel wat mee. En daar heb ik ook weer even een pagina bij gehaald. In de cursus hebben we het gehad over ETF's op de MSCI World Index. Wat je hier ziet is een factsheet niet van een ETF,
maar van die MSCI World Index. Dus die staat op de website van MSCI. Ja, moet je maar even googlen. Weet ik zeker dat je dat kan vinden. MSCI World Index Factsheet. Ja, dan komt zoiets boven, moet je even klikken. En wat leuk is, je ziet daar rechtsonder in die box, ja, zie je dus fundamentals. Ja, je ziet natuurlijk linksboven de koersgrafiek. Dan zie je rechtsboven keurig voor de afgelopen 13 jaar wat het rendement is geweest. Dat geeft je ook al meteen een idee. Ja. Maar rechts onderin zie je de fundamentals. En de eerste kolom die je ziet is de dividend yield. Ja, dus het dividend rendement. Wat de aandelen die in deze index zitten, uitkeren. Ja, en je moet voor de MSCI World bovenste regeltje hebben. Dus het is 1,72%. Kolommetje daarnaast zie je de PE. Dat staat voor Price Earnings. Op zijn Nederlands is dat de koers-winstverhouding. Het gaat een beetje te ver om te uitleggen wat dat is. Maar dat is een soort maatstaf voor hoe duur die aandelen zijn. Dan heb je hem ook nog, de koers-winstverhouding, de PE-FWD, dat is forward. Die kijkt naar de verwachte winsten voor het komende jaar. Als je verder gaat lezen over beleggen, dan is dat een getal wat vaak wordt aangehaald. Of aandelen nou duur of goedkoop zijn. Maar dat kan je dus ook toepassen op een hele ETF. Dus ja, fundamentele analyse kan je zeker wel gebruiken. Dan een vraag van iemand die zei, ja, ik zit hier eens even te kijken op indexfondsenvergelijken.nl. Goed idee, op zoek gaan naar informatie. En die kwam uit bij twee ETF's die je hier ziet staan. Dat is ook die iShares MSCI World Usage ETF en een MSCI Emerging Markets. EM staat dat voor, Usage ETF. En ze zeggen, ja, ze hebben het daar over dividendlekkage. Maar ja, dat is best wel heftig, hè. Kan je daar eens wat over vertellen? Dus nou, ik kreeg netjes de screenshot erbij. Dank daarvoor, maakt het leven makkelijk. En inderdaad, daar staat op die website die ik verder niet ken, indexfondsenvergelijken.nl, maar daar staat twee keer dividendlek. Ja, nou, dan denk je, wow, dat is, tenminste, er zijn mensen die denken, ja, dat is 11% aan kosten. En aan de rechterkant zelfs 13% aan kosten. Ja, dat vind ik dan ongelukkig weergegeven, want dat is niet zo. Denk even terug, die sheet van de MSCI World Index die ik je net liet zien, daar stond op, die betaalt per jaar 1,72% aan dividend uit. Wat het dividendlek van 11% wil zeggen, is dat je niet 1,72% krijgt, maar je krijgt 11% minder. Dus even heel ruw in ons nadeel afgerond, krijg je niet 1,7% aan dividend, maar 1,5. Ja, 10%, 17, maak er even 20 van voor de makkelijke rekensom. Ja, dus dan kost je 0,2% kost je dat. Ja. Nou, je ziet aan de linkerkant hier ook bij lopende kosten staan 0,2. En dat wil zeggen, hoe ik er dan mee reken, is op die iShares MSCI World Usage ETF zijn de totale kosten, zo je wilt, op jaarbasis 0,4. 0,2% lopende kosten en 0,2% afgerond dividendlekkage. Ja? Dus het is niet een kost van 11%, maar een heel stuk minder. En zo geldt het eigenlijk voor alle ETF's. Het is wel fijn van zo'n website dat ze aangeven hoeveel dat het is, want dan hoef je dat niet op te zoeken. Nou, heerlijk, dit soort verhalen. Deze kreeg ik ook. Die ga ik ook niet helemaal voorlezen. Als je hem hebt gestuurd, dan ken je hem wel. Het is wel een verhaal naar mijn hart. Ja? Dit is iemand met 59, van 59, met een drukke baan, schrijft hij. Zegt, ik heb heel veel in aandelen belegd. Ja, dat is tijdrovend, veel uitzoekwerk. En ja, ik heb er ook wel eens fouten mee gemaakt. Dus ik ga een nieuwe strategie beginnen. Kan ik me wat bij voorstellen. Je zegt, ja, maar ja, alleen maar in zo'n core ETF die je aangeeft in deel 2, dat is, ja, dat is ook wel een beetje saai. Dus dat core satellite is leuker.
Ja, maar ik heb een aantal vragen daarbij. Is een obligatie-ETF ook een core-ETF? Is een obligatie rendabel met de huidige rentestanden? En zijn er andere core-ETF's waarmee ik die VWRL, die Vanguard-ETF, kan hedgen? Ja, want ik verwacht dat misschien de beurs wel eens flink naar beneden kan gaan. Ja? Nou, los daarvan is de vraag ook nog, welke core-ETF's zijn er nog meer? Ik heb daar even dit antwoord bij gemaakt. Wat zie je hier? In de mini-cursus heb ik me beperkt door te zeggen, nou, core-ETF's, MSCI World of misschien de AEX, als je niet te veel wisselkoersrisico wil lopen. Nou, wat bedoel ik met andere core-ETF's? Je zou dus ook die MSCI World kunnen opknippen in stukjes. Dus dat heb ik hier gedaan. Heel simpel gezegd, je zou ook kunnen zeggen, ik koop niet één ETF, maar ik koop een S&P 500 ETF en ik koop een Europa ETF. Ik heb ze hier even niet met naam en toename en code genoemd. Het gaat even om het idee. Nou, in die MSCI World hebben we gezien dat die soms wel voor 50 of 60% in Amerika belegt. En misschien zeg jij wel, nou dat wil ik niet. Ik wil Amerika en Europa meer gelijk verdelen. En dan zou je dus kunnen zeggen, ik ben 59 jaar, sta mij toe, omwille van de rekensom rond ik het even af, zeggen we 60. 110 min je leeftijd in aandelen, dus dat is 50%. En dan doe je bijvoorbeeld de helft in de S&P 500 en de helft in Europa. Dan heb je dat gedeelte heb je ingevuld. Dan heb ik in de cursus gezegd van ja, maak je nou nog niet al te druk om obligaties, hou dat gewoon cash aan. Maar wat je vaak ziet in gebalanceerde portefeuilles, is dat je dan niet cash aanhoudt, maar dat je dat in een obligatie-ETF stopt. Heb ik ook even geen naam en toenaam bij, maar je hebt eigenlijk ruwweg drie categorieën obligatie-ETF's. Je hebt ETF's die beleggen in staatsleningen, government bonds, zoals dat wel heet. Dan heb je bedrijfsobligaties, dus dat zijn corporate bonds. En dan heb je nog een categorie die je hier niet ziet en dat heet dan high yield. Maar dat zijn hoog risico obligaties. Dat zou ik beginners eerlijk gezegd nooit aanraden. Maar in plaats van cash zou je dus ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld ik doe 25% in een staatsobligatie ETF en 25% in een bedrijfsobligatie ETF. Of het een goed idee is, kom ik zo even op terug. De vraag was van ja, maar ik denk dat de beurs naar beneden gaat. Hoe kan ik nou mijn aandelenstuk hedgen? En dan interpreteer ik de vraag als volgt. Hè, van moet ik dan niet meer overhevelen naar de veilige obligatiekant? Nou, dat kan. Als je vier regels in je portefeuille hebt en je zegt ik vind mijn aandelenrisico te groot. Zou je bijvoorbeeld, hè, dat is puur een voorbeeld hè. Kunnen zeggen, nou, ik wil niet 50%, ondanks mijn leeftijd en die leuke formule van Jean-Paul. Nee, ik vind dat te risicovol. Ik wil maar 25%. Nou, dan moet je dus een deel van die ETF's verkopen en in die andere stoppen. Daar is helemaal niks mis mee. Ik denk dat je wel uit moet kijken dat je niet de markt al te veel gaat lopen timen. Want dan heb je weer het risico dat je dadelijk heel veel kosten maakt. En ja, dat je net op het verkeerde moment weer switcht, daar word je vaak niet gelukkig van. Maar het is wel mogelijk. Dan nog even over die obligatie-ETF's. Ja, dat is natuurlijk ook een gewetensvraag. Is dat nou een goed idee? Ik heb ze uit de mini-cursus, heb ik ze bewust niet behandeld, maar ik wil dat hier best even doen. Gewoon geheel willekeurig, even bij de grootste partij gaan kijken, bij iShares. Heb je dan, moeilijke naam, de core Euro Government Bond Usage ETF. Dus dat wil zeggen, deze belegt in staatsobligaties van Euroland. Heb je in ieder geval geen wisselkoersrisico. Je ziet rechtsbovenin weer netjes. Ze hebben een kit en een factsheet. Makkelijk, kan je er meer over lezen. Ik heb voor nu even ingezoomd op het rendement. Ja, en daar geef ik het eigenlijk over. Dan mag je het zelf zeggen.
Je ziet, dit zijn geen aandelenrendementen. Maar je ziet, over het algemeen zijn ze de afgelopen jaren wel positief geweest. Duidelijk beter dan wat je de afgelopen jaren hebt gehad op je spaarrekening. Wat je van obligaties moet weten is, als de rente gaat stijgen, dan gaat de koers van de obligatie omlaag. Dus een rentestijging is niet goed voor je obligatie en ook niet voor je obligatie-ETF. Nou verwachten heel veel mensen dat de rente zo laag staat dat die niet meer verder gaat dalen. Maar ja, dat is echt weer glazen bolwerk. We hebben nu dit weekend weer gezien dat ING de boeterente op spaarrekeningen nog weer verder verlaagt. Als de rente gaat stijgen, kan je beter niet in obligatie-ETF's zitten. Ik zou zeggen, zet ze op je boodschappenlijstje en ga het gewoon eens volgen. Je hoeft er niet meteen geld in te stoppen. Maar als je het interessant vindt, duik er eens wat dieper in. En we kunnen zeker in de komende 12 weken nog eens een keer uitgebreider aandacht besteden aan obligatie-ETF's. Even kijken hoor, want ik zag nog een... dat is geen vraag, maar een opmerking. Super duidelijke uitleg, dankjewel. Nou, graag gedaan. Even kijken, maar de couponrente blijft toch gelijk. Ja, dat heeft betrekking op die obligatie-ETF, dat klopt. Als een obligatie eenmaal is uitgegeven, dan blijft de coupon gelijk. Maar stel dat je de coupon hebt van 3% en de rente gaat omhoog. Ja, de rente gaat naar 5%. Even heel extreem. Dan zeggen mensen, ja, die obligatie die maar 3% geeft, die vind ik niet meer aantrekkelijk. Want ik kan nu ook 5 krijgen. Dus dan gaat de koers van die obligatie, die gaat dan omlaag. Gaan we even door met deze vraag. Ik heb met veel plezier naar je ETF mini-cursus gekeken. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd fijn, hè? Want je staat maar te praten voor zo'n video, zoals iemand dat even laat weten. Of even een like geeft op zo'n video, dan fleur ik helemaal op. Hartstikke leuk. Je had het over een goede exit-strategie, dat belangrijk is. Maar hoe ziet dat er dan uit? Bijvoorbeeld als je een leuk vermogen hebt opgebouwd en je wil met pensioen. Nou, dat is een goede vraag. Ik heb in die mini-cursus gezegd, kijk, je hebt een flexibele aanpak en je hebt een gedisciplineerde aanpak. En dat geldt eigenlijk bij een exit-strategie ook. Even kijken wat ik hier... Ja, ik had dit er nog eens even bijgehaald. Dat is die sheet met die vuistregel. Van hoeveel je dan in welke categorie belegt naarmate je leeftijd is. Dus nou, stel dat je, laten we eens even zeggen, dat je 65 jaar bent. Dan zou ik iets eerder beginnen met een exit-strategie om erover na te denken. Het voordeel wat je over het algemeen hebt als je, zeg maar, wat meer op leeftijd bent, is dat je gewoon wat meer zicht hebt op je, ja, chic gezegd, je cashflow. Dus op je inkomsten en uitgaven die je de jaren daarna nog kan verwachten. Dus eigenlijk het belangrijkste is, op het moment dat je zegt, nou, ik heb nu zo'n vermogen, ik wil dit veilig gaan stellen, dan moet je dus eigenlijk een cashflow planning maken. Hoeveel pensioen je krijgt, hoeveel je nog krijgt uit andere bronnen van inkomsten, misschien verhuur je een huis of weet ik niet. Plus hoeveel je dadelijk nodig hebt als je geen inkomen meer hebt uit werk. En daar rolt dan een beetje uit hoeveel dat je nodig hebt. Dan zou ik het altijd ruim nemen als je de luxe hebt om dat te doen. En dan ga je op een gegeven moment steeds meer veilig stellen. Nou, dat kan je gewoon doen door te zeggen, weet je, ik ben 65 en ik vind het verder allemaal prima. Ik zit voor 45% in aandelen. Ik verkoop gewoon in één keer 15% daarvan en dan 2 jaar later nog een keer 15% en nog een keer ben ik in 3 stappen, ben ik eruit. Ja, als je dat genoeg geeft om vervolgens een heerlijk pensioen te hebben, dan heb je die zekerheid. En dat is misschien wel fijn. Maar ik ken ook veel mensen die zeggen, ja, hallo Jean-Paul, wat denk je nou? Vanaf 55, ik ben 55, ik ben super fit, ik wil aandelen bijkopen. Ja. Dus ja,
dan ga ik je natuurlijk niet verplichten om te zeggen, je moet het afbouwen. Ja, dan hanteer je een flexibele strategie. Nou, wat ik dan versta onder intelligent uitstappen, je kan ook heel gedisciplineerd zeggen, ik ga er verder niet over nadenken, vanaf jaar X, 55, 60, afhankelijk van hoe je je voelt en wat je nodig hebt, verkoop je gewoon periodiek een bepaald deel van je belegging. En zo bouw je het af. Dit vond ik ook een hele leuke vraag. Er is iemand die zegt, ja, ik heb twee vragen. Wat is de optimale frequentie om ETF's te kopen? Moet je dat nou maandelijks doen of per kwartaal? Ja, en hoe kan je nou nog enigszins van dat achtste wereldwonder profiteren als je op je 39ste pas begint met beleggen? Ah, die wil ik meteen even counteren, want jij zegt 39ste pas. Maar ja, ik zou zeggen, je bent pas 39. Ja? Kijk, als je op je 40ste met pensioen wil, dat wordt lastig. Maar stel nou dat je gewoon normale pensioenschema had, dan heb je zeker nog 25 jaar om te beleggen. En dat is gewoon een prachtige periode om nog een mooi rendement te maken. Oké, je hebt misschien wat minder kapitaal tot je beschikking dan dat je op je 19e al was begonnen en al heel veel rendement had gemaakt. Maar wellicht staat je financiële situatie ertoe om gewoon iets grotere periodieke bedragen in te leggen. Je moet nooit boven je gewicht gaan tillen. Als dat niet kan, dan kan dat niet. Dan moet je gewoon met minder genoegen nemen. Maar mocht je de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld niet 100 euro per maand te doen, maar ik noem maar eens wat, 500 euro per maand. Als je dat dan gespreid inlegt, is dat wellicht een goed idee. Want dat telt natuurlijk toch allemaal mee op je toekomstige kapitaal. En als je wil, kan ik daar ook nog een keer met jouw getallen nog wel even specifiek de berekening bij maken. Als je dat leuk vindt. Ik heb daar gewoon een standaard spreadsheet voor. Dat is geen enkele moeite. Ja, en de frequentie, dat vind ik ook zo'n leuke vraag. Ik kom elke keer weer terug op dat flexibel en gedisciplineerd. Ja, want dat is gewoon heel persoonlijk. De meeste mensen die er geen omkijken naar willen hebben, die zeggen van, nou, ik stel gewoon een soort periodieke overboeking in de week nadat mijn salaris is gestort. Dan komt het binnen en dan weet ik zeker, hoef ik niet naar om te kijken, gaat er gewoon naar mijn beleggingsrekening en worden ETF's van gekocht. Dat kan. Daarmee voorkom je in ieder geval dat je elke maand gaat zitten twijfelen, ja, de beurs is nu naar beneden. Zal ik een maandje overslaan? En dan sla je een maand daarna nog een maand op. En dan gaat het omhoog. En dan ga je dan weer wel. Dat moet je in ieder geval niet hebben. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, ik hoor niet, ik ben niet zo systematisch. Ik vind één keer per maand, ja, dat klinkt gek, want je kan het automatiseren. Maar ik vind dat een. Dan moet ik elke maand voor mijn gevoel toch aan denken. Dus ik zou het eerder per kwartaal doen. Dan zet ik die data in mijn agenda. Dan heb ik 4 keer per jaar een aankoopmoment. En ik koop ook niet altijd precies dezelfde. Maar ik zorg wel binnen mijn portefeuille dat het allemaal netjes in balans is. Ja? Maar er is niet echt een goed of fout. Minder vaak dan ieder kwartaal zou ik denk ik niet doen. Ja? Dus maandelijks, kwartaal, een beetje in die periode. Nou, dan hebben we nog een vraag. Oh ja, die vond ik ook leuk. Over het periodiek inleggen van geld. Ja, dus maandelijks leg ik een bedrag in. Ga je dan meteen die ETF's kopen? Of ga je dat bedrag dan sparen? En wanneer je denkt, hey, nu is een gunstig moment, ga je dan die ETF's kopen? Ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Maar het idee van maandelijks inleggen is dat je dus niet die markt gaat timen. Ja, dus het idee is bij maandelijks inleggen, storten en op dat moment, ongeacht de koers, die ETF's aankopen. En dan is dit volgens mij de laatste vraag die ik heb voorbereid. Hoe anticipeer je op een komende crash, waarvan sommigen denken dat die net zo groot zal zijn als die van de jaren 30? Ja, is het dan wel slim om in bedrijven te investeren door middel van ETF's? Moet je dan niet je heil gaan zoeken in wat waardevastere assets? Nou ja, het is altijd als de beurs op een hoog niveau staat, zitten we nu ook weer tegen de all-time high aan, dan wordt er in de media altijd heel hard geroepen, oeh, we gaan crashen.
Ik weet niet waar deze observatie vandaan komt. Er zijn ook mensen die denken al 10 jaar dat we gaan crashen. Hebben we niet gedaan. Ik ben niet van de crash school. Ja, dat wil niet zeggen dat die gaat gebeuren, maar ik ben er gewoon niet van. Ik heb daar vandaag ook in mijn weekvideo, die misschien net niet helemaal voor beginners is, maar je zou het kunnen proberen. Die staat ook op het YouTube kanaal. Gezegd, joh, geen paniek, op grotere hoogte. En ik motiveer daar ook waarom dat ik denk dat we helemaal niet in de buurt van een crash zijn. Even uitgesloten dat er weer zoiets gebeurt als bijvoorbeeld een nieuwe coronacrisis of ja, iets anders heel onverwacht. Maar op basis van de waarderingen van aandelen op de beurs denk ik van niet. Nou, als jij denkt van wel, dan vinden we elkaar daar niet in, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan helpen. Ik liet eerder al zo'n schemaatje zien met een soort fictieve portefeuille met aandelen, obligaties. Maar als jij dat wil, kan je daar ook prima goud of zilver aan toevoegen. Misschien heb je wel crypto's. Kan allemaal. En dan pas je dus gewoon de verdeling aan naar een bepaalde belegging die jij prettig vindt. Heb je een voorkeur voor een ETF die dividend uitkeert of automatisch herbelegt? Ja, dat vind ik ook een leuke vraag. Dat hangt ook weer af van je persoonlijke voorkeur. Kijk, ik beleg met geld wat ik niet nodig heb. En ik irriteer me er bijna elke dag aan dat die spaarrente zo laag staat. Want dat zou het leven toch mooi zijn als de spaarrente gewoon op 5% zou staan. Maar dat staat die niet. Maar ik wil geen dividenden ontvangen. Want ik heb ze nu niet nodig, want ik beleg met geld wat ik over heb. En als ik het uitkeer, dan komt het weer op mijn rekening te staan tegen die lage rente. Dus ik heb liever dat ze worden herbelegd. Maar misschien als ik wat verderop ben en op een gegeven moment denk, nou, ik heb mijn cashflows gemaakt, ik weet wat ik nodig heb. Ik vind het wel prettig om elke keer wat dividend binnen te krijgen. Ja, dan is het net alsof je elke keer een cadeautje krijgt. Kijk op je rekening, hey, ik heb weer dividend erbij. En dat kan heel erg leuk zijn. Dus ja, dat hangt een beetje af van je eigen situatie. Dus even kijken, hoe ouder je bent en begint met ETF's, des te groter de inleg per maand om er nog wat van te maken. Is dat correct? Ja, jongens, ik vind dit zo, dat klinkt enigszins depressief. Kunnen we er nog wat van maken? Kijk, de aandelenbeurs heeft de afgelopen decennia mooie rendementen meegebracht. Als je breed gespreid belegd bent, zo tussen de 8% en de 10%. En elk jaar dat je dat maakt, is natuurlijk mooi meegenomen. Waar het natuurlijk om gaat, is als je maar een hele korte periode hebt. Dus dat je zegt, ja, ik heb maar 3 jaar en dan heb ik het geld nodig. Nou, dan weet je gewoon niet wat de beurs gaat doen. Zal je net zien, dan ben jij erin gestapt en dan gaat die beurs, hè, dat hebben we vorig jaar gezien, opeens flink naar beneden. Dat is het geen goed idee. Maar het hangt ook een beetje af van je leeftijdsverwachting. We worden allemaal wat ouder. Ik heb net dat voorbeeld gegeven van iemand die 39 is. Ja, kijk, als je 60 bent en je wil nog gaan beleggen, je hebt een levensverwachting van 85, kan je nog een heel stuk vooruit. Alleen moet je wel veel meer meenemen, dat je niet die hele periode blijft werken. Dus ja, kijk, dit is het stukje wat ik niet doe. Dan kom je eigenlijk bij een soort financiële planning. Ik ben overigens ook geen beleggingsadviseur, maar ik ben ook geen financiële planner. Ik heb wel mijn eigen spreadsheet, maar dat is eigenlijk niet waar ik naar kijk. Dus over het algemeen is, als ik je vraag zo interpreteer, om er maar een hoger rendement uit te maken, meer inleggen, met die reden, dat is vaak geen goed idee. Want dan ga je toch te grote bedragen op één moment beleggen. En dat zou ik niet doen. Dan moet je gewoon genoegen nemen met een iets lager rendement, ben ik bang. En dan kijken hoe je uitkomt. Even kijken hoor, stel je legt maandelijks 100 euro in. En die beleg je ook meteen. Hoe kan je dan het beste omgaan met transactiekosten? Ik weet dat deze bij Bink minimaal 6 euro zijn. Dus dat betekent dat je minimaal 6% rendement moet maken om key te spelen. Heb je daar tips voor? Ja, dat is precies zoals je zegt. En dat is dus geen goed idee. Ik heb 2 tips. Er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Maar bij de Giro heb je
een zogenaamde kernselectie. Een lijst met ETF's die behoren tot de kernselectie. Dat zijn er best wel veel. Niet allemaal, maar best veel. En die ETF's uit de kernselectie, die kan je in ieder geval één keer per maand, zonder transactiekosten, dus gewoon met nul transactiekosten, aankopen of verkopen. Dat is een goed idee voor mensen die met wat kleinere bedragen werken. Bij Bink is er een andere abonnementsvorm. En die heet Bink Fund Coach. En als je daar gebruik van maakt, dan kan je ook zonder transactiekosten ETF's aankopen. Moet ik er wel bij zeggen, bij Bink Fund Coach krijg je wel een soort service fee voor je kiezen. En daar moet je weer even uitrekenen wanneer je dan goed uitkomt. Maar dat is in ieder geval beter dan de standaard transactiekosten van Bink die je hier noemt. Goede vraag over maandelijks inleggen, is een andere vraag. Stel, ik leg €200 in de maand in, maar sommige ETF's zijn duurder dan €200. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Misschien een stomme vraag, maar kan je een halve ETF kopen? Dat is helemaal geen stomme vraag, want die zijn er niet. Zeker niet tijdens een cursus. Maar halve ETF's kopen, dat kan niet. Ja? ETF's gaan net als aandelen per stuk. Ik zou bijna de wedervraag stellen, welke ETF kost meer dan €200? Want die ETF-aanbieders, ja, die cateren graag ook voor mensen met wat kleinere budgetten vanwege die reden. Dus ik kan bijna geen ETF bedenken die meer is dan €100. Ze zullen er zijn. Ja, dan kan je zeggen, ja, die kan ik dat dus niet doen. Of dan moet ik even wat langer sparen voordat ik er één koop. Dus dan koop je bijvoorbeeld elke maand die goedkopere. En één keer per kwartaal of één keer per half jaar zo'n duurdere. Er is nog een alternatief, maar dat vind ik eigenlijk buiten de scope vallen van deze ETF minicursus, want dan wordt het heel technisch. Maar er zijn ook bepaalde banken die hebben indexfondsen. En indexfondsen die gaan niet via de beurs, maar die gaan via een zogenaamde beleggersgiro. Die indexfondsen die kunnen wel in fracties. Maar mijn ervaring is dat je dan weer net niet alle fondsen kan krijgen die jij wilt hebben. Dat is misschien een zoekrichting. Als je zegt, ik ga zelf nog op onderzoek uit, zou je daar eens naar kunnen kijken. Bedankt voor de tips. Graag gedaan. Is het door de enorme populariteit van bijvoorbeeld een ETF voor Global Clean Energy nog wel slim om te beleggen in deze sector? De waarde lijkt vooral door de populariteit enorm te stijgen en niet door een stijging van de onderliggende waarde. Of zie ik dat verkeerd? Dat herinnert mij meteen aan de eerste vraag die ik kreeg hier op de Q&A, die ik nog niet eens heb beantwoord. Want die ging over waterstof, zit een beetje in dezelfde richting hè, als clean energy. En zei ja, is dat nog te jong of is dat dan geschikt? Ja, je stelt een vraag en je krijgt een antwoord, want dit is een van mijn favoriete onderwerpen. Nogmaals, ik heb dat denk ik al eerder gezegd, ik ga zeker aan waterstof nog uitgebreid aandacht besteden. Ik zal proberen het voor nu kort te houden. Kijk, dit is het onderwerp, ik denk echt het nummer één onderwerp in beleggersland. Waarom? In Europa is een groot plan om klimaatverandering tegen te gaan. Dat wil zeggen, groot plan. Heel veel geld beschikbaar. Joe Biden in Amerika, die heeft er iets van $2 biljoen voor uitgetrokken. Die heeft het op nummer 1 op zijn lijstje staan. En zelfs ook in landen als China wil men ook de klimaatverandering tegengaan. Wat hebben we gezien in met name het jaar 2020? Dacht iedereen, hé, wacht eens even, als die overheden zoveel geld uit gaan geven, dan ga ik clean energy kopen. En die aandelen die zijn door het dak gegaan. Waterstofaandelen, andere clean energy aandelen. Ja, dat ging wel een beetje hard. En dan ga je dus heel erg ver op de muziek vooruitlopen. Waaraan krijg je nou die grote koersbewegingen door? Doordat mensen gewoon hele tegenovergestelde meningen hebben op het gebied van alternatieve energie. Men is er gewoon niet uit. En zeker niet bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Ja? Er zijn mensen die zeggen, waterstof gaat het niet meer redden. Want
Tesla heeft laten zien dat met batterijen, dat lost alles op. En dan mensen zeggen, nee joh, batterijen die zijn veel minder sterk dan waterstof. Daar kan je helemaal niet vrachtwagens en vliegtuigen, en daar heb je echt waterstof voor nodig. Nou, vrachtwagens zitten zo ongeveer geloof ik een beetje op de rand. Het is een heel leuke discussie als je dat wil volgen. Maar je hebt een professor Auke Hoekstra in Eindhoven op de TU. Die zegt, batterijen gaan het winnen. En je hebt professor Ad van Wijk in Delft. En die zegt, waterstof gaat het winnen. Nou, dan mag jij het zeggen. Ik volg het met interesse. Ik kijk graag naar bedrijven die ook daadwerkelijk klanten hebben en omzet draaien. Wat een groot verschil is op de beurs, ja, is tussen een bedrijf wat gewoon klanten heeft, wat winst maakt, wat geld binnenkrijgt. En waarbij je denkt, ja, dit kunnen ze in andere landen of in grotere hoeveelheden nog meer doen. En bedrijven die beloven dat ze over 4, 5 jaar echt winst gaan maken. Ja. En ja, zo'n Global Clean Energy Index zit boordevol met bedrijven die veel beloven, maar waarvan nog meer moet blijken. Maar ja, als je gaat wachten met 5 jaar, dan staan die koersen dadelijk torenhoog als het blijft. Dus lang verhaal kort te maken, het zijn leuke producten om naar te kijken. Global Clean Energy komt ook zeker in de komende 12 weken nog voorbij. Maar je moet dat met kleine bedragen doen. En dit zit dus echt in de satellite, hoog risico, maar erg leuk als je er tijd voor hebt. Nou, en dan zowaar ben ik opeens door het lijstje van vragen heen. Nou jongens, ik denk dan echt dat we er zijn. Er zijn geen vragen meer. Ja, voor mijn gevoel heb ik het al een aantal keren herhaald. Je mag mij gewoon mailen op info@marketsareeverywhere.com. Ja, ik ben niet de hele dag bezig met het beantwoorden van vragen, maar ik heb wel in de komende 3 maanden nog 3 keer zo'n live Q&A als vanavond gepland. Dus ook als je niet meteen antwoord krijgt, dan ben ik waarschijnlijk net druk met wat anders. Dan zeg ik je in ieder geval toe dat je in de volgende live Q&A in ieder geval je antwoord krijgt. En daar hoop ik toch een beetje wat dienstverlening mee te doen. Ik wil nog even herhalen als je zegt, ja, ik ben enthousiast geworden, maar ik wil vaker contact hebben en ik wil vaker vragen kunnen stellen en ik wil toch even wat meer toegang tot je hebben. Word dan alsjeblieft gewoon even basic member. Ja? Dan kan ik net iets meer voor je betekenen dan in het vrije programma. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor je aandacht en je enthousiasme vanavond. En dan hopelijk tot een volgende keer. Goeie avond nog.